Welkom op de fanstand hier in Hannover op de Agritechnica 2019. Zoals jullie kunnen zien, het is hartstikke druk. We hebben een paar echte supermooie nieuwe machines om te laten zien. Tractoren, de hele full line programma staat er. Dus kom mee en ga even kijken wat er staat. We staan hier voor de nieuwe 900. Het is de hit van de Agritechnica. Hij is overladen met prijzen. Een tractor of the year. Tweemaal machine of the year, zowel door de vakjury als door het publiek bekroond en verkozen tot machine of the year. 420 pk, nieuwe MAN motor, 9 liter, nieuwe Vario transmissie erin, Vario drive concept. Ook de hele nieuwe cabine, trekken voorzien van een heel LED concept, LED verlichting. We hebben grote wielen, we hebben de Vario grip, bandendruksysteem. Wat toch de hele trekkracht, rij-eigenschappen, comfort samen met de nieuwe entertainment systeem tot een nieuw niveau brengt. Achter me de nieuwe T955 Cargo Verrijker. Dat is helemaal nieuw voor Fendt. We stappen hiermee in een nieuwe markt. De machine is voorzien van een aantal unieke eigenschappen. Doordat we die cabine in hoogte kunnen verplaatsen, hebben we een enorme winst aan zicht. Vooral we kunnen heel makkelijk over de laadarm rechts heen kijken. Ook bij werkzaamheden, als we niet helemaal in de hoogte gaan, levert dit dan een enorme winst aan zicht op. De Ideal 10T, een geheel nieuwe klasse combine, klasse 10. Dat wil zeggen, de sterkste combine op de markt, 790 pk. Hij is voorzien van het Ideal Drive concept. Dat betekent dat we geen stuurwiel in de cabine meer hebben. Maar wel een extra joystick waar we mee kunnen sturen. Zodat het zicht voor de combine, waar het gewas naar binnen komt, optimaal is. En zo de machine nog veel beter onder controle hebben. En langer en makkelijker kunnen werken. De Katana 650, ook een update gekregen. Dat wil zeggen 21% meer capaciteit. Het halen we uit meer vermogen. De hele gewasstroom is ook verbeterd, geoptimaliseerd. Waardoor we ook naast die 21% meer capaciteit een 12% brandstofbesparing kunnen halen. Daarnaast voorzien van een heel nieuw messenslijpsysteem. Zodat we nog preciezer, nog beter, nog comfortabeler tijdens het werk de messen kunnen slijpen. Ja, hier is hij dan. De Lotus schudder in ventkleuren. Voor Nederland supermachine, de meest efficiënte schudder op de markt. Dat komt dankzij door de haaktand. Nou, dat past gewoon perfect bij het Fendt productprogramma. Qua efficiënte tractoren, efficiënte machines. Nu ook de meest efficiënte schudder voor de Nederlandse omstandigheden. Stonden we net voor de nieuwe 900 als Tractor of the Year. Nou, we hebben er nog één. De 314 Vario. Tractor of the Year in Best Utility. Dus nog een prijs erbij. De 314. Voorzien van het nieuwe Fendt One bedieningsconcept. Maar ook onderuits helemaal gewijzigd. Meer vermogen. Nieuwe emissienormen en het Fendt One concept bekijken we zo even nader dichtbij. We zitten hier in de cabine met het nieuwe Fendt One bedieningsconcept. Zoals je kunt zien, nieuwe armleuning, nieuwe bedieningselementen, nieuwe joystick voor de hydrauliek. De 3L joystick noemen we die, dat wil zeggen drie lagen qua bedieningselementen. 27 functies zitten hierop. Nou, de joystick heeft de basisfuncties zoals we hem uit de vorige modellen kennen. Dus versnellen, vertragen, omkeren, cruise control, go and end voor koppakkenmanagement en de hydraulieke functies. Gaan wij hydraulieke functies toewijzen, wijzigen, dan zul je zien dat die ledjes, de ledlampen hieronder in de joystick, die veranderen mee qua kleur. Zodat je altijd weet welk hydrauliek ventiel geactiveerd is. Een 10-inch scherm achter het stuur met de belangrijkste informatie van kilometers per uur, toerental. De belangrijkste informatie die de chauffeur nodig heeft, ook kunnen we hier onderling wisselen. Dat we bijvoorbeeld het GPS-systeem, scherm, weergave erop krijgen. Nou, deze tracker voorzien van drie terminals. Dus de terminal hier onder het stuur, hier in de armleuning en boven in het dak. We kunnen hem dus helemaal toewijzen zoals we willen. Je ziet dat hij nu is voorzien van zes tegels. Stel, we hebben die niet nodig of we zijn transporten doen op de weg. Dan kun je hem zo wegklappen, zodat je nog maar de helft aan bedieningselementen over hebt. Zoals je kan zien hebben we altijd een snelle toewijzing. Een snelle toegang tot alle functies van de trekker. Zoals werklampen kun je snel naartoe. Hydrauliek ventielen, motor en transmissie, cruise control verstellen. Cruise control 1, cruise control 2. Motortoeren, taalgeheugens, het is allemaal heel snel makkelijk toegankelijk. Dit waren even kort de highlights. Wilt u die van dichtbij bekijken? Dan nodig ik van harte uit om op de Wintershow te komen in Achterveld.
Agribex is ook nog een mogelijkheid om het belangrijkste nieuws van dichtbij te kijken. Dus wees welkom. Ja.